lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is vandaag zondag. Het is vandaag 9 december. Twee dagen voor de trouwdag van Karin en Roderick. Maar ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is 12 uur 18, dus het is 18 minuten over 12. En ik zit aan de koffie en een gebakje. Een gebakje vraag je dan af? Ja, een gebakje. Wie heeft dat dan meegenomen? Nou, ik had jullie gezegd wie er kwam. En daar zit hij dan. Ja, ook een hele goede middag, luisteraars. Luisteraars? Nee, kijkers. Luisteraars en kijkers en volgers. Ik heb een gebakje meegenomen vanwege mijn verjaardag nog. Dus de 27 november ben ik 56 jaar geworden. Ja, ja. Alweer een oude knakker aan het worden. Ja, ook zeker een oude knakker aan het worden. Ja. Ja. Dus hierbij het gebak. Nou, dankjewel lieve Jan. Ja, wij gaan er lekker van genieten. Oh ja, ik zit altijd zo te klungelen nog steeds. Maar dat weten ze, ik ben nou helemaal een klungel. Ja. Maar wel een goede klungel, toch? Maar oké, wij gaan er lekker van genieten. En we vloggen gewoon vandaag erop los. Ja hoor, ik weet niet wat we allemaal gaan doen. Ik had ook nog in het plan om samen met Jan dat te gaan doen. Daar dat boompje, daar moet ik mijn booster nog voor buiten hebben. Dan moet ik hem vastbinden. En ik ben blij dat Jan er dan is, want dan kan hij me helpen. Want ik heb maar één paar handen. En dat ding moet vastgehouden worden. En dat moet vastgebonden worden. Dus ja, ik heb zijn hulp toch wel nodig. Sowieso iemand zijn hulp. Nou, hij is er nou en hij kan het vasthouden. Simpel. Ja. Dus ik zou zeggen, we gaan genieten vandaag. Ja. Ik zou zeggen, tot straks. En toen wordt het weer donker. Het regent. Wat? Het spoelt. Ik heb mijn scootmobiel binnen staan. Die zou ik net weer de schuur in gaan doen. Althans, ik zou jullie eens laten zien hoor. Maar ik doe het maar niet. Het spoelt hier. Maar Jan die heeft mij mooi even geholpen. En ik ben blij. Dus ik zou zeggen, kijk er eens naar. Mijn booster is versierd met een kerstboompje. Ik zal hem ook even aandoen. Even ertussendoor. Dan moet ik even in mijn mandje wezen. Zie jij nog wat, Jan? Want ik zie dan niks. Ja, ik zie wel. Ik zie wel wat. Zo. Ja, je hebt het goed op de goede hoogte. Ja. Dan hou je hem vast. Ik hou vast. Ja, ja. Dat is mooi, hè? Heel mooi. Ja, ja. Heel mooi, ja. Ja, ik ben er blij mee. Helemaal vastgebonden en al. En dat had nogal voeten in aarde, ja. Ik had eerst tijrups uit de scheur mee, dat noem ik slangetjes. Dat zijn deze dingen, die zijn flexibel en buigzaam en uitrekbaar, maar het is net zo'n slangenkopje. Met twee oogjes. Dus ja, dat was te dik voor mijn mandje, vanwege die tralies. Dat is heel fijn. Hele fijne gaatjes, dus ik moest met andere tie-rips werken. Maar dat ging ook niet. Nee, die waren te klein. En ik had een grotere, maar die waren weer te dik. Dus wat hebben we gedaan? Touw. Ja, gewoon met touw vastgebonden. En voilà, hij zit. Kan toch ook? Wie niet sterk is, moet slim zijn. Dus ja, zodra het droog is, dan gaat hij weer in de schuur. Naar de berging toe. Klaar. En dan, ik heb hem toch vandaag en morgen niet nodig. En dinsdag al helemaal niet, want ik heb een auto onder mijn kont. Dus ja, dat wordt pas weer na dinsdag. Dus dan zeg ik, tot later, boostertje. Je komt er wel weer eens uit. Maar ik ga nu weer sluiten, mijn arm die gaat... Zo. Ha, maar in ieder geval, ik zeg tot straks maar weer. Oh, zijn we weer jaloers? Zijn we weer... Hey, geen konten ruiken! Mag er niet, Frodo. Dat is een ba! Hé! Hey. Ja. Vriend, vraag Frodo.
Ja, en Jan die zit ook nog steeds hier heerlijk gezellig bij mij. En hij eet ook een patatje met me samen mee. Dat patat die zit al in de oven. En we zitten gezellig naar de EO te kijken. Ja, ik en de EO. Ja. Naar een leuke film. Kijk, licht is nog niet aan, maar die gaan we wel aandoen. Ja. Gaan we saampjes even aandoen. Ja, hier brandt wat. Dat is het enigste wat brandt. Wat er? Oh, is het zo? Ja, ik weet het. Het wordt kouder. Hé, kom dan. Wat ben je dan? Zo, die zijn er ook aan. En dan moet er nog meer aan. Nee, nou doe ik op uit. Zo. Nou, dan is dat allemaal aan. En dat snoertje moet even de andere kant op. Die moet ook weer opgehangen worden zometeen. Wat is er, man? Wat is er? Ja, en de patatje zit in de oven. Dat gaat er lekker. Dus dat komt allemaal goed. Dan moet ik enkel die ster nog aandoen. En de kerstboompje met I wish you Merry Christmas. En Happy New Year. Ja, dat zullen we ook nog even aangedoen. Maar dat moet handmatig nog bij gestaan. Dus ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, ja, tot straks. Oh jee. Jan die gaat weer aan de haal. Ja, hij gaat weer naar zijn huisje toe, want zijn huisje komt niet hier naartoe. En heb hem ook nog niet op wieltjes gezet. Nee. Oh jee. Ja. Ga je de boel hier slopen? Nee, ja. Ja, ik ga eens lopen met de bol slopen. Ah, hij gaat de boel slopen. Nou, is niet leuk, nou, hoor. Nou, ja, je hebt gelijk een lichtje erbij, hè? Schijn een lichtje op mij. Staat er wat aan? Ja, die moet je in je busje doen. Dan kijk je niet in, kijk je er geen busje in. Dat is wel dom. Je zoekt toch een jas uit die busje hebt? Ik zou een jas gekocht hebben met busje. Ja, dan voel je hem trillen. Of je voelt het geluid, je hoort het geluid beter. Dat kan ook nog eens een keer. Nee, hier is niks. Nou. Je hebt hier wel een rits. Nee, maar daar heb ik mijn dingetjes in. Daar heb ik mijn dingetjes in. Kijk, pak mijn dingetjes in. Ja, ik begrijp. Kijk, gelijk zo pakken, kijk. Ja. Ach zo. Daar heb ik nog een sleutel in van mijn fiets nog. Nou, ik kan al, die zit naast hem te wachten van wanneer gaat die deur open. Dan kan ik er ook nog even uit. Hé, kan al. Zijn die kaarten op de brievenbus gooien? Ja, ook dat doet Jan van me. Even die kaarten op de brievenbus. Ja. Dus, ja. De ene moet hier naartoe, de andere moet daar naartoe en de ene moet zus. Ja, ik in de gaten houden. Ja. Nou, je hebt jij... Oh, ik ga 4 over 6 alweer. Ja, 18 de Tiet Hawkins koft, Jan. Nee, 8 niet? Nee. 1, 2. Nou. Zware tas. Heb een zware tas. Ach, heden. Kijk zo. Doei, iedereen. Nou, knuffel. Knuffel. Mwah. 3, 4, 5. Nou. Ik dat nooit hoor. Nee, ik en ik jou. Ik heb veel met hem meegemaakt. Ja, we hebben te veel meegemaakt, lieve vrienden. Te. JP niet meer, ja. En je mannetje niet meer. Nee, allemaal heen gegaan. En wij twee zijn nog steeds over. Ja. Nou, goede reis, bellen. Nee, dat is mijn... Nou, voorzichtig, ja. Dit is zo, hè? Ja. Ik ga even kijken wie er was. Mag hij eruit of niet uit? Ja, hij mag eruit. Nou, dat beestje. Nou, goeie reis, je bel als je thuis bent. Ja, ik bel wat thuis, ja. Okidoki, man. Doei. Nou, daar gaat hij. La 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 la
Hup, poortje dicht. Goed zo. Nou. Dat was dus een hele gezellige dag met Jan van Dam samen. We hebben niet gek gedaan of wat dan ook, gewoon normaal. Het was lekker gezellig. Ja, we hebben lekker genoten. Ik heb daar weer takken in gelegen. Ik heb dit aan elkaar vastgebonden. En dat is ook aan elkaar vastgebonden. Dat komt op de moestuin. En deze komt op de picknicktafel te leggen. Dus ja. Een beetje in een andere vorm dan normaal. Vond het wel even leuk. En die komt dan op de moestuin. En hier heb ik een paar kleine takjes over. En ik hoop dat ik daar een kerststukje van kan maken. Maar dat zien we dan wel. Ik ga nou even... De diertjes die hoeven nog niet. Maar ik ga wel eventjes naar het toilet. En ik moet even naar boven toe wat halen. Want anders kan ik niet verder met de takken. Dus ik zeg, jullie zullen het eindresultaat wel komen te zien. Maar nu stop ik even ermee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Ik zit weer in de rotzooi. Maar dat weet je, als ik bezig ben, dan zit ik in de rotzooi. De takken voor op de picknicktafel, die zijn klaar. Die leggen er al op vastgebonden. Dat laat ik jullie straks even zien. En voor de moestuin, de kooi eromheen, heb ik hem ook nog net klaar. En die ligt hier nog op de grond. Ik zal hem even in de ruimte leggen. Zo. Kijk niet naar de andere troep. Ho, gaat hij weer. Naar de andere troep. Dat is mooi, hè? Ja, en in plaats van slingers heb ik gewoon lint erin. En dat lint, dat kun je wassen, dan is het schoon. Ja. En die roos net zo, die zijde, die kan ik wassen. Dus ja, dat gaat zo, hup, in de wasmachine en is het schoon. Of anders even op de hand, in een sopje. Dat kan allemaal. Ja, ja, hé, boefie. Hé, mijn boefie. Wou je ik even erop, hoor, goeie tuin. Hey joh, je bent zo lief, hè. Ja, ben je lief. Oh ja, ben je lief. Ja, ik weet wat je wilt. Cookie, hè? Cookie monster. Ja. Mevrouwtje gaat eerst de boel opruimen. Ja, en proberen dat ding op te hangen in mijn eentje. Want ik heb geen hulp, nee. En hij is loodzwaar. Ja. Maar het maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. Ik ga eerst koffie drinken, want ik heb koffie staan achter me op het aanrecht. En dan ga ik eerst op drinken en dan gaan we er weer even tegenaan en gelijk weer opruimen heen gaan. Ik laat jullie het straks ook buiten even zien als het allemaal klaar is. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, het is mij gelukt om het in mijn uppie te doen. Ja, ja, ik neem jullie even mee. En dan hoop ik dat ik mijn camera goed kan vasthouden. Dat die niet weer omkiepert. Zo, we gaan dan even weer naar buiten toe. Ik kan de half hou je nou weer naar buiten, binnen. Je bent net buiten, man. Ja, het begint te regenen ook. Kijk. Voilà. En die ligt hier. Voilà. Mooi, hè? Ja, nou, ga gelijk maar weer naar binnen. Met die regen. Want dat is me niks. Leuk, hè? Zo, nou gaan we de troep hier opruimen. Echt een dikke bende overal. Wow, 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 wow. Kijk eens wat dat troep bij Kandalf. Oh, maar ja, een rubberen bezem in een stoffen blik doet wonderen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een... Oh, ik wil mijn jas niet uit. Oh, ook dat nog. Ja, daar was die. Ik wens jullie allemaal nog verder een verdere fijne avond. En voor straks wel rusten, lekker slapen. Gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zeg doei doei. Tot morgen.